Ik sta hier met Lieneke Bonhuis van de Speelgoedbank. Lieneke, wat betekent het voor jullie dat Heracles zoveel kleding doneert? Nou, dat is voor ons natuurlijk fantastisch. Want los van de Speelgoedbank hebben wij ook het Sportdepot, waarin wij de sportkleding weggeven aan kinderen waarvan de ouders geen geld hebben. En we hebben natuurlijk in Almelo heel veel kinderen die ontzettend fan zijn van Heracles. En nou krijgen we weer de mogelijkheid om deze kinderen Heracles kleding te geven. Ja, wij krijgen inderdaad elk jaar, ongeveer rond deze periode, krijgen wij de kleding. En nou, de kinderen zijn er ontzettend blij mee. Door als je die blije gezichten ziet als ze het weer opkomen halen en als ze kleding mogen uitzoeken. Nou, hoe mooi is het dat je gewoon in kleding van Heracles naar de gymles kan of naar de voetbal of welke sport dan ook. Ja, als Heracles-fan is het toch niet leuk. Niks is toch leuker dan sportkleding weg mogen geven van je favoriete club. Ik bedoel, hoe mooi is het? En wat is de Heracles Foundation? Nou, de Heracles Foundation is de maatschappelijke tak van Heracles. Dus daarin zitten alle maatschappelijke projecten. En een van de goede doelen die de foundation steunt, dat is de speelgoedbank. En vandaar ook dat wij elk jaar de eer hebben om hier weer de kleding op te mogen halen wat er over is. Wat zijn nog meer voorbeelden van Heracles Foundation? Nou, wat ze bijvoorbeeld ook altijd hebben is score een boek. Dus dat is het voorlezen op de basisscholen in het kader van laaggeletterdheid. Ze hebben projecten in het kader van vitaal sporten, dus echt heel sterk op gezondheid. Nou, het project wat samen met de gevangenis hier in Almelo gebeurt, hè, sporten en terugkeren in de maatschappij. Dus het is echt ontzettend breed wat ze doen. Van, wij zeggen wel eens van 0 tot 100 en alles ertussen.